kun jij eigenlijk Spaans? Ja. Serieus? Ja, nee, ik heb een tijdje geleden heb ik erop geoefend. Ik heb kleine bijscholing gehad. Mijn uitspraak is niet heel erg goed. Maar... Ik wil het wel even horen. Want je had natuurlijk al hoop dat er nu iets anders ging instarten. Maar laat me even horen wat je kan dan, hoor. Ja, en ik wil niet alleen dos fervezas. Bijla, 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 bijla. Nee, dat is bijna. Niet helemaal. Kom op. Nee, maar je staat in een Spaans hotel. Je vraagt waar jouw kamer is. Hoe doe je dat dan? Ja, ik kom echt niet verder dan Escucha mi amor. Donde esta mi kamer? Laf einde. Cuando se María Dolores, cuando se quema de amore, cuando se va a Fuvuzela. Het wordt niks, het wordt weer helemaal niks. Zijn die nou Fuvuzela? Hij zei, cuando se va Fuvuzela. Nou, even checken. Zijn die dat echt? Cuando se va Fuvuzela? Nou, we hebben daar. Cuando se María Dolores, cuando se quema de amore, cuando se va a su vela. Bijna. Ja, maar ik heb het ook bij Mark Ronson. Met Return of the Mac? Nee, oh, sorry, met bang, Mark bang, Morrison bang. Ben ik in de war. Nee, Mark bang, 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 bang. Moet je Vuvuzela. Ik heb van de vette vette. Zit ook een Vuvuzela. Zit ook een Vuvuzela in. Zeker je Vuvuzela? Hé. Dames en heren, Anthony Kamer. Dames en heren, Anthony Kamer. Dames en heren, Anthony Kamer. Ik moet eerst even huggen. Ik ben heel erg benieuwd. Anthony komt met een ontzettend grote doos binnen. Dat is geen familie. Wat, is er, wat heb je meegenomen, Anthony? Je hebt een enorme doos bij je. Heb je een nieuwe iPhone gescoord? Nee, die heb ik ook. Oh, die ligt nog in mijn auto trouwens. Fuck. Nou, open dak had je? Ja, nee, maar ik vind dat een van de grootste luxe om mijn... Ik heb al een open dak, dat is al te gek, maar om die niet dicht te doen. Dat gewoon open laten? Ja, maar alleen ik dacht, dan ga ik niet mijn nieuwe laptop daar in de auto laten. Nee, ik heb hem ook dicht gedaan, hoor. Wat, je laptop? Ja. Ja, maar jij hebt misschien weer... Oh, je... Ja, de laatste keer dat ik open, allemaal virussen erin gekropen. Ik weet het niet. Hey, ja. Anthony, jij weet dat we Twitter lezen, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Goed. Dan weten we ook dat je vanmiddag erachter kwam dat je hier vanavond moest zijn. Oh ja, shit. Nou, het stond ook in mijn agenda. Oh. Dus, okay. Dus je hebt kans dat ik ook weer in mijn agenda had gelezen en dat ik er dan weer achter was. Ik wil zeggen, lees jij je agenda? Maar je agenda is een digitale en die zat natuurlijk in die laptop en die was nieuw. Nee, ik heb nog nooit een digitale agenda gehad. Nee? Dat lijkt me zo okay. Ingewikkeld. Nou ja, nee, ik hou gewoon van schrijven. Oké. Okay. Ja. Ze zijn al helemaal de diepte in. We weten nu al meer dan al. Ja. Hey, maar ik... kijk eens hoe laat het is. Ja, het is hoog tijd. Ja. Oh jee. Beetje raar moment natuurlijk. Voor je. Het is vrijdagavond, ja, half negen. Ja, Gerard en Michiel zijn er klaar voor. Ja, zeg wel. Ja. Toch? Ja, helemaal. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien zij zo snel mogelijk de koptelefoons van hun hoofd. En rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de 3FM-studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plekje. Ja, ik ben er wel. Ja hoor, niks meer aan doen. Mooi! Tijd om verder te gaan met de show. Zo! Het is voor het eerst dat de gast meeging rennen. Ja, ik denk, dat is nog nooit gebeurd. Ik heb ook een koptelefoon. Man. Kan dat wat zachter, man? Ik hoor mezelf zo hard. En jullie vooral. Of dat wat zachter kan. Wat? Wat zeg je nou allemaal? Ja, dankjewel. Nou, heerlijk. Beter. Anthony, wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja, eigenlijk, het is wel jammer. Had ik met een chitter een uur eerder afgesproken, zou ik jullie voor de gek gaan houden, maar het lukte niet. Wat zou je doen als kerstman of zo? Had inderdaad ook leuk geweest. Hè? Had leuk geweest, zeker met dit weer. Het lachen was, we kwamen elkaar laatst tegen in een restaurant in Amsterdam ergens. En ik vroeg, hoe is het? Ja, dat kan ik nu wel zeggen, maar ik kom binnenkort bij in het programma, dus... En toen wist jij er niet, dan zeg ik dat zeg ik dan wel. Zei ik dat? Ja. Zei ik dat? Wist je het niet meer? Nou ja, nee, onthoud jij al je gesprekken? Dat is alweer 2 weken geleden. Ik vond het een vrij bij de hand opmerking. Het is namelijk heel elke keer als ik in Amsterdam ben, kom ik Anthony tegen, loop ik op Schiphol, voilà, daar is hij weer. Ja, gek is dat, hè? Ja, wat is... Ja, we hebben hetzelfde schema een beetje, hè? Ik denk het. Maar Anthony woont ook in Milaan. Oh ja. Ja, dat we... Nee, oh ja, nu het zegt. Moet ik even uitleggen hoe dat ging? Leg even uit hoe dat zit. Ik vind het heel ingewikkeld om uit te leggen. Nu al, hoor.
Muziek, dat was piano, piano muziek. Zon. Je hebt een nieuw biertje. Nee, ik heb een nieuw biertje aan jou gegeven. Ja, nee, André heeft een nieuw biertje. Ja, oh, maar goed. Nou, lekker even uit door dat chippen. Een paar maanden geleden. Ja, santé. Een verhaal van Chibbe. Een paar maanden geleden kom ik in mijn boekje met bekende Nederlanders. Kom ik het nummer van Anthony Kamerling tegen. En ik denk, laat ik hem eens bellen. Ik heb het al een paar keer geprobeerd, man. De man had altijd een fileprobleem, altijd een lekker band. En ik belde hem dus een paar maanden geleden. En ik zei het tegen hem, ja, we zouden eventueel een taxi voor je kunnen regelen. En toen zei hij, nou, moet je wel binnen een straal van 5 kilometer wonen, anders wordt het veel te duur. En toen zei hij, ja, ik woon in Milaan. En ik, dus jij valt helemaal dus stil. Ik viel helemaal stil. Ik dacht, ja, kan niet waar zijn. Als die man in Milaan woont, dan regel ik dat gewoon. Jij had een taxi geregeld? Ik had een taxi geregeld vanuit Milaan naar de studio in dat Hilversum. Dat meen je niet. Ja. Dames en heren, van uw centen. Van uw centen. Dat we weer wel natuurlijk. Maar welkom bij de publieke omroep. De beste man woont gewoon in Bussum Zuid, toch? Nee, Zevenhoven. Ondertussen dus zit redelijk dichtbij. Volgens mij komen ze binnenkort op twitter.com/AnthonyKamerlin. Dat vind ik ook heel erg intrigerend. Irritant is dat. Hè? Waarom ja, niet gewoon, die... dat is Twitter zijn schuld. Mag er niet langer? Nee. Echt waar, joh? Maar iemand suggereerde vandaag, waarom maak je niet A. Kamerling van? Dat ga ik ook doen, denk ik. A. Kamerling. Ah. Ja, dat is beter. Dat is meteen Kamerling. Of Peter Kelder. Dat is oh ja, Peter Kelder. Dat is eigenlijk ook wel geestig. Peter Kelder. Waarom maar ook alleen maar fictieve dingen gaan twitteren. Hé, die klote Arnie. Maar weet je hoe dat werkt? Kunnen ze, als ik mijn naam verander, kunnen ze me dan automatisch weer vinden? Of ja, het schijnt dat het helemaal overgaat in één keer. Nou, Jody dan kom ik weer. God. Jody Bernal heeft zijn naam ook veranderd. Hoe heet hij nu? Nana Mouskouri? Nee, het is nu Jody. Wacht even. Whatever. Daar is hij weer. Kipper. Jody Bernal die heeft ook zijn Twitternaam veranderd in Jody Bernal met dubbel L op het laatst naar Jody _ Bernal. Waarom? Ja, omdat hij dat het handiger vond of zo. Dubbel maar goed, L, ja, neem maar. Fijn, pik je mee. Ja, pik dan je mee. André Kamerling in de studio. Zeg je nou, pik je mee? Jullie hebben gewoon na 3 minuten alweer. Gaan jullie alweer naar Jody Bernal? Dat is ja, zo'n slecht teken. Via een U-bocht of een jij-bak. Het onderwerp komt altijd op niet altijd mij. Het is voor Chibbe nog vrij lang hoor, dat hij 3 minuten lang niet over Jody heeft gehad. Nou, maar ik heb een ander liedje ingestudeerd vanavond. Oh, echt? Ja. Ja, dat hebben we allemaal een beetje gedaan, toch? Echt? Ja, kom later. Oh, daar is iets van ingestudeerd. Oh, ja. Nou. Het is een, het wie is een, die cameraman die mij zo angstvallig ja, dat volgt. Is iemand die ja, maakt stel voor thuis je voor, joh. Hoi. Hoi, Sjoerd. Anthony. Oh, Sjoerd heet hij. Het is Sjoerd. Ja, schrijf je even mee. We zitten hier in een heel geen idee meer. De man loopt hier al 3 maanden rond. Ja, maar hij zegt niks. Elke avond eten met hem, maar ik weet nog steeds niet hoe hij heet. Jij bent toch van 101 TV, toch? Nee. Jawel, maar dat doe je nu. Ja, nu wel. Ja, oké. Ja, vanzelf komt elke mogol met een camera hier binnen. Ja, weet ik veel. Ja. Ja, ondertussen jat hij een laptop, een cabrio, ja. iPhone. Als Sjoerd zo wegrijdt, heeft hij een hele toffe cabrio. Over namen gesproken. Ik twitter Gerard Ekdom, maar er komt Toronto. Huh? Dus jij hebt blijkbaar dezelfde laptop. Ja. Is dat een T9'tje? Hé? Wat is T9? Ja, precies. Met de automatische... Gerard Ekdom, Toronto is hetzelfde. Nou ja, op mijn telefoon wel. Ja, misschien ligt dat aan het toestel voor jou. Nou, dan moet ik maar eens naar Toronto. Ekdom. God. Sorry. Dat is wel een leuke voor Chibbe. We no speak no Espanol. Ja, kan je vast aan. Praat jij met je Spaans, Biko? En D-Cup. Praat jij met je Spaans? Wij praten ondertussen even. We no speak Americano. De best beluisterde plaat van dit moment. En daarvoor Cut Me Loose van Bertolf. De nieuwe single in de studio, Anthony Kamerling. Ja! Nou, ben jij, Anthony, iemand die... eigenlijk onderhand ook al bekend is gewoon van het gewoon Anthony Kamerling zijn. Ja, oh, echt waar? Nee, ja, dat vind je niet? Ik weet wat je nu op dit moment doet, maar ik weet wel dat je Anthony Kamerling bent en dat zal ook nooit veranderen. Dat hoor ik wel vaak, klopt ja. Nou, het komt ook een beetje omdat ik de laatste 3-4 jaar 2 musicals heb gedaan. Mm-hmm. En dan ben je 1 maand in de publiciteit en dan ben je gewoon 7 maanden keihard aan het werk. En dat vergeten mensen dan, dus ze denken dat je niks doet. Ah, ja, raar, ja, ja, volgens mij is dat niet op tv, maar mensen moeten je echt in een zaal gaan bekijken. Ja. En iedereen vraagt dan, wat doe je eigenlijk tegenwoordig? Terwijl je tering druk bent. Precies. Echt waar, wat zeg je dan?
Let eens op, man. Ja. Ja. Google mij eens. Ja. Doe mij eens. En dan googlen. Geef ik een kaartje met mijn website en dan loop ik door. Oh ja. Nou, maar jouw website is sinds 2009 niet meer geüpdate. Dat is echt heel ernstig. Nee, dat is echt een raar verhaal. Ik heb een webmaster en die is heel aardig. Die is maar, dood. Nou ja. Er was laatst een man, die was 4 jaar ontdekt in een huis in Friesland. Lag al die tijd dood. Dat is mijn webmaster. Ja. Dat was jouw webmaster. Nee, maar het is wel zo dat hij heeft al, denk ik, 10 keer een afspraak afgezegd. En ik 2 keer. Om die site... Want er zijn ook nog 2 categorieën helemaal niet geüpdate. Dus nooit gemaakt. Namelijk categorie toneel en nog een categorie. Ik weet al niet meer. Maar dat kan toch ook per mail? Dat is toch internet? Ja, of had hij lekker band? Stond hij in de file? Nee, maar het is gewoon een raar verhaal. Ik weet het ook niet. Hij heeft het druk en het is een beetje een slecht verhaal. Doet hij nog meer sites? Ja, hij doet wel meer sites. Nee, maar hij is ook ziek, daarom dat dood is een beetje wrang. Maar, dat is niet alleen de reden hoor. Voordat hij ziek was, heeft hij ook al de afgebeld. Was het ook niks. Nee, maar hij heeft namelijk wel een hele mooie site gemaakt. Alleen hij is niet af. Als hij ziek is, is hij wel bij huis. Heeft hij wel even tijd voor. Mm. Laatste update 24 oktober 2009. Ja, dat is ernstig hè. Hey, maar vorig jaar had je een soort nervous breakdown. Nou word ik gek. Ik kap helemaal niks. Helemaal niks even. Maar toen ik jou tegenkwam. Ja. Oh, dus ik moet tegen jou niet eerlijk zijn als ik je het echt tegenkom. Oh, had ik dat niet mogen zeggen? Jawel, in dit geval wel. Maar dan moet je altijd mee uitkijken. Oh, sorry. Maar dan moet ik mee uitkijken. Nee, maar voor mij is het ook het nieuws. Nee, dat klopt. Ik had gewoon veel te hard gewerkt. Zo'n musical, dat is echt killing business, zeg maar. Dat is gewoon keihard werken elke avond weer. Verschrikkelijk zwaar. En zeker als je dan ook nog zo'n grote rol hebt. Maar al die mensen, die moet je voorstellen. Nu Mary Poppins, die spelen, kijk hoor, 5, 6, 7, 8, 9 voorstellingen. 6 dagen per week. Ja. 1 dag vrij. Je wordt gek. Dat je ziet ook dat al die mensen krijgen blessures, die worden ziek. Dus ik snap het ook niet, want ze moeten soms voorstellingen afzeggen. Dus ik denk, ik heb daar wel eens met de directie over gepraat. Maar ja, die zijn ook net zo eigenwijs als ik natuurlijk. Volgens mij is het financieel ook niet slim namelijk. Uiteindelijk? Nee. Om het zo... Als je nou mensen iets minder betaalt en iets meer vrijgeeft of zoiets, ik weet het niet precies. Mm-hmm. Dan, maar goed, het wordt nou ineens heel serieus. Dat is niet de bedoeling. Nee, maar hoe zit het nou? Maar ben je musical, heb je dat nou ook officieel al van wil gezegd? Zo van, nee, nou, helemaal niet. Nee, ik vind musical, grappig genoeg, een van de leukste dingen om te doen en een van de saaiste dingen als consument. Ik hou helemaal niet van musicals om te kijken. Nee. Gelukkig. Oh, ik was een beetje bang toen ik las dat jij musicals ging doen. Ja, ik ben ook niet van de musical. Ja, ik kan er gewoon niks. Ik ben er te hetero voor. Ongelooflijk leuk om te doen. Nou, ja. Trouwens, bijvoorbeeld Doe Maar was heel erg leuk. Was een hetero musical. Dat dan weer wel, ja. Okay. En die ik volgend jaar ga doen, ga ik je voor de grapjes keer uitnodigen. Het gaat over het Veronica-schip. Nee! Oh, ja, dat is lachen. Dat zou ik wel eens willen zien. Precies, ja. Wie ben jij, Lex Harding? Dat weet ik nog niet. Het moet nog geschreven worden. Het tikken van die klok die ons juist heeft verteld dat het 6 uur is geweest. Veronica's ik moet... laatste uur heb geslagen hier. Zoiets. Ik moet eigenlijk even komen stage lopen. Ja, dat kan. We kunnen even meekijken hoe het officieel gaat. Maar hoe gaat die stem? Slechts Garding. Hallo. Jongens en meisjes hier. Rammer die bambom. Op die 538 meter. Een musical over... Moet je dan zingend een liedje aankondigen ook? Dat vind ik wel spannend. Echt waar, dat je dan ook zingend moet aankondigen? Je zegt net dat je niet van musical houdt. B. Nee. Een liedje kan je ook... Kondig je niet aan? Ik begrijp niet wat je vraagt. Jawel, want je gaat een musical doen over... Ik ga nu een liedje zingen. Ja, wat bedoel je? We gaan nu naar Cake, met Short Skirt Long Jacket. En kun jij die dan zingend aankondigen? Oh ja, dat kan ik wel, ja. Nou, komt-ie, hè. Dus alsof het een musical is. In het intro, hè. Wij gaan nu luisteren naar Cake. Hoe heet het nummer ook alweer? Short Skirt Long Jacket. Short skirt, long jacket. I want a girl with a mind like a diamond. I want a girl who knows what's best.